van John Mayall. Ik had hem laatst geïnterviewd, John Mayall. En hij vertelde over dat Eric Clapton bij hem thuis logeerde. Tussen al de LP's die hij had. John Mayall had allerlei bijzondere LP's. En Clapton was eigenlijk in een soort superbibliotheek. En een van de nummers die hij daar oppikte was All Your Love, I'm Miss Lovin'. Die staat ook op John Mayall en de Blues Breakers, waar Clapton gitaar speelt. Dat was
een simpele volkszanger in Amerika. Woonde op een heel klein huisje in Tulsa. Die man heette John Cale. Zijn artiestennaam was J.J. Cale. En hij kreeg op een dag als arme sloeber een envelop in zijn brievenbus. Met heel veel geld erop. Het bleek dat ene Eric Clapton uit Engeland een liedje van hem had opgenomen. En sindsdien hoefde hij nooit meer te werken. Gelukkig bleef hij wel werken. Want hij nam heel veel platen op. En elke keer als J.J. Cale een plaat uitbracht, was er wel één liedje die Clapton later weer coverde. En het eerste liedje waar het mee begon was After Midnight. Yeah.
Heel veel mensen kennen Clapton wel van de Unplugged plaat. En daarna kwam hij terug met een blues album From the Cradle, 1994. Er staat een hele oud blues nummer op, het heet I'm Tore Down, Almost Level With The Ground. Love you in the morning and in the evening too. Really?